Zeg maar, toen ik een jongen was, een jaar of 10, toen was hier van der Jacht was toen caféhouder. Daarna is er een Meijer gekomen. En toen waren wij feitelijk, ook feitelijk is het ongeveer het begin geweest met de oprichting van de voetbal. Op de biljart zat er ook een Herman Pompeus, die was kampioen van Nederland in drie banden. Hier tegenover, net als waar nu de Heulweg is, woonde een Kees Vos. Dat was een timmerman. En daarnaast woonde meneer Stauchie. Ik weet wel dat ik nog wel eens een keer op een ochtend toen ik naar school ging uit moest wijken voor een bus. Toen begon het al druk te worden op Smitshoek. En toen ben ik met mijn been daar in prikkeldraad gevallen. Een heel grote scheur en verschrikkelijk veel bloed. Je kan dat begrijpen, hè? Want en dat kon alleen maar omdat ik toen op klompen liep. Alle Smitshoekers liepen op klompen. Je ziet hier vandaan zie je ook de A15 lopen, de A15 waar we straks nog op terugkomen. Ongeveer 1968 aangelegd. Een van de drukste verkeersaders op dit moment van heel Nederland. Maar ik zal je zeggen, toen die niet aangelegd was, toen was Smitshoek feitelijk onbegaanbaar. Zo druk was het toen. Onvoorstelbaar druk. Vroeger was dit het bedrijfsterrein van Driel. Dat was in jouw tijd, maar in mijn tijd, als je nou die schuur ziet, stond er een oude schuur en daar zat een vrachtrijder in, Jan van der Jacht. En, dus toen wij jongen waren, toen speelden we hier erg veel. Een paar jongens van hem, Piet van der Jacht, Huip van der Jacht, dat waren vrienden waar we mee optrokken. En we speelden daar natuurlijk hooi op de zolder en paarden. Dat was verschrikkelijk spectaculair voor onze kleine mannetjes. Ja. En waar jij nu over praat, dat is dan misschien alweer in 30, 35 jaar verder. Hè, toen die Van Drielen daar zaten en daar een constructiewerkplaats hadden. Ja, want daarachter is ook nog eens een caravan staanplaats geweest. Daar is wel eens brand geweest. En dan, in elke caravan zat wel een gasfles. En die knalde allemaal omhoog. Door de enorme brand die er was. Dat is al 89 denk ik zijn geweest. Een oude keersluis. Die de Beuzen verbond met het oude riviertje de Koedoot. In 16, 1700 voeren hier ook nog de boten. En de schippers, die feitelijk hier vandaan kwamen, zo naar de Koedoot en via de hei naar de, wat dan tegenwoordig de Nieuwe Maas heet. Dus die Koedoot werd vroeger gewoon bevaren? Die Koedoot werd bevaren, ja. Ik dacht dat alleen maar een gracht was om te vissen. Ja, dat was natuurlijk later. Hè. Maar waar ik het nu over heb, dat heb ik ook niet meegemaakt met die boten, maar van de overleving gehoord. Hier was het een spectaculaire sluis. Er zaten sluisdeuren, er zat ook nog een bedstee, waar dus de sluiswachter 's winters in sliep. En was dat niet hieronder? Dat was hieronder, ja. Ja, 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 ja. En in die tijd was dat natuurlijk ook als jongens enorm spectaculair om daar zo af en toe te kijken. Vooral als je flink winter had, dat we konden schaatsen. Dan schaatsten we hier vandaan zo ook weer naar de Koedoot en via de Koedoot gingen we feitelijk ook weer naar Rome toe. Dat is dus feitelijk het huis van de familie Wijnholst. In 1900 heb ik al gelezen dat hier dus feitelijk Piet Wijnholst woonde. En later is Daan Wijnholst hier gaan wonen. Dat waren melkboeren. Die gingen dus feitelijk met melkventen naar Rotterdam. Ik was een jaar of 11 toen ik ook altijd nog met Daan Wijnholst meeging om te helpen. Ik had al een geldtas om, dat was natuurlijk zeer belangrijk. En dan gingen we helemaal dus tot aan Katendrecht toe om melk weg te brengen. En liep het dan nog een beetje? Die mensen zijn dus feitelijk zeg maar tot de jaren 80 zijn ze melkboer gebleven en toen was het niet zo best meer. Dat is een rijtje woningen dat gebouwd is in 1930. Tussen 1930 en 1935. Een lager gedeelte van Smitshoek. Dus de Pendresse K verbond toen vroeger de Schulpweg met elkaar. Ja. En dat was allemaal, die polder had allemaal te maken nog met de waterkerende dijk. Vandaar ook dat in 53 zover het water gekomen is. Die huizen zijn dus feitelijk in 1940 gebombardeerd. Het witte gebouw daar, dat was een smederij. Dus toen wij jongen waren, toen werden daar de paarden nog beslagen. Ik weet wel, in de oorlog, dat zie ik nog voor me, toen was ik 5 jaar.
En toen stond er daar op het kruispunt een mitrailleur en daar lag een Duitse soldaat achter. Huh? Dat heeft verschrikkelijk veel indruk op me gemaakt. Dat heb je altijd nog voor je. Ja. Maar die stond dus feitelijk daar opgesteld en die moest dan feitelijk hier Smitshoek zo'n beetje bewaken. Voor die tijd waren er enorm veel parachutisten waren daar omlaag gekomen van die dus feitelijk het vliegveld Walenhaven ingenomen hebben. Dat zie ik nog voor me. Enorm veel bommen, herrie en we stonden in de kelder en het hele huis trilde.